En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui kunnen praten, toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik zo maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. De rechter heeft beslist dat we de wolven af mogen schieten met een paintball. Wat vindt u daarvan? Oh, dat heb ik gisteren gehoord, hè? Nou, ik vind... er zijn er te veel, die wolven. Ik ben er eigenlijk wel voor, want je beschadigt de wolven er niet mee, je verjaagt ze. Oh, dat vind ik wel goed. Ik denk niet dat het veel effect heeft. Er zullen andere manieren gezocht moeten worden om de wolf te laten schrikken. Punt 1. Die rechter weet niet wat er speelt. Punt 2, als ik boer zou zijn, zou ik een geweer kopen, ze alle wolven doodschieten. Zeg van, weet je hoe het voelt? Als je boer bent en je wordt gewoon 's morgens wakker en de helft van je kudde is opgevreten door die wolven. Het wordt tijd dat ze die wolven bij elkaar in een hok doen en in een haag loslaten, op binnenhof. Dan moeten ze loslaten. Daar weten ze wel eens over praten. Vindt u het te veel worden? De populatie van de wolf, die wordt veel. Ik bedoel, die beesten liggen ook niet stil, staan niet stil. Dus die gaan ook door met de natuurlijke ontwikkeling. Jawel, dat vind ik wel. Het is natuur. En natuur kun je niet veranderen. Te veel. En het vind je goed. Vindt u het overlast van wolven te veel worden? Ja. Ik zag vanmorgen een foto in de krant dat ze ook over een hek klimmen. Dus dat is ook geen oplossing. Nee, ook niet. Dat is bekend, hè, van wolven. Nederland is te klein. Dus de wolf weg uit Nederland. Ja.